Bijna 3 jaar nadat Sterkeman Wout Zijlstra de slopershamer in winkelcentrum Zeiland zette, heeft burgemeester Vert Kroonen van Leeuwarden donderdag met het doorknippen van de lint Nieuw Zeiland heropend. Abzeilers trokken daarna een immens doek weg voor een zijingang. Wat is dit een compleet en prachtig centrum geworden. En je ziet nu al meteen, sinds de parkeergarage open is en de winkels open gaat, zien wij al aan de cijfers van de parkeergarages dat het bezoek aan Leeuwarden is toegenomen. Ja hoor, komt u verder hoor, er is nog plek. Loopt u rustig door. Dit is de binnenstad van Friesland en dit is de huiskamer van de binnenstad. Wat gezellig. Het mooiste winkelcentrum van het noorden. Winkelend publiek en passanten vinden Nieuw Zeiland een aanwinst voor de stad. Ik denk het wel, omdat er nu ook weer de mogelijkheid is straks voor wat kleinere winkeltjes. Het ziet er mooi uit, het is een mooi winkelcentrum, absoluut. Het is nog even een beetje wennen hoe de routing is. Dus waar kom je uit de stad, waar vind je de winkels, hoe loop je het centrum weer uit? Ik vind het geweldig. Ik zie het wel als aanwinst. Tegelijk met Nieuw Zeiland werd ook de 3 etages stellende kledingwinkel van de Tilburgse winkelketen De Stink geopend. We'll be right back.